Heer Aluma, welkom in de studio van Mama Antintaki. Ja, goedemorgen kijkers en luisteraars en dank u wel. Ja, we praten over de begrotingsbehandeling. De eerste ronde is afgelopen, de tweede ronde is nu gaande. Heer Aluma, als we mogen kijken, terugkijken even naar de eerste ronde van de begrotingsbehandeling. Ja, hoe is dat toch verlopen voor u, naar uw zienswijze? Nou, het is, ik denk, de derde of vierde begrotingsbehandeling die ik meemaak. En deze is echt pittig. Mm-hmm. En de discussies zijn heftig, vooral in de eerste ronde. Zijn heftig. De regering heeft voor het aantal vragen gehad die ze ook na eer en geweten hebben beantwoord. Maar je ziet het, de situatie ook in het land maakt dat de discussie ook heftiger aan het worden is. Ja, we hebben gemerkt dat de regering toch op veel gebieden, vooral met hun nota van wijziging, is gaan bezuinigen. Nog meer gaan bezuinigen. Ja, is dat ook niet een enige belemmering voor de ontwikkeling? Ja, ik denk het niet. Ik denk als land, als gezin, als vader, kan je niet meer uitgeven dan je verdient. En daarin probeert de regering te snijden. En het is niet mooi, het is niet leuk. Jij als minister dat je uitgestippelde beleid enigszins moet inkrimpen. En de ministers moeten, of de departementen moeten zo creatief mogelijk en aan te werk gaan om alsnog datgene te doen dat goed is voor land en volk. Ja, u heeft zich weer uitgesproken over het sportbeleid onder andere, waarvoor u vaker sterk maakt, maar ook heeft aangegeven dat er een ombuiging moet komen. Ja, dit keer geeft het weer aan dat u niet tevreden bent over het sportbeleid. Ja, natuurlijk. Je bent daar om verandering teweeg te brengen. En als je na 2,5 jaar ziet dat er geen progressie wordt gemaakt en je ziet dat de sportbeleid niet naar behoren kan worden uitgevoerd. En er kunnen allerlei dingen zijn die kan gebeuren dat het niet uitgevoerd wordt. Maar uiteindelijk, je didn't deliver. En dat is mijn punt. Toch? Ja. En ik hoop dat in de komende tijd vooral. En omdat je ziet dat bijvoorbeeld sporters die moeilijk aan een visum kan komen, vooral naar de Schengenstaten. Verschrikkelijk moeilijk. En die jongens trainen hard. Toch? En we hebben de Zuid-Amerikaanse kampioen. De scholieren zijn er niet naartoe gegaan. Dus het zijn dingen die je laat frustreren als sporter. En ik weet de emoties die teweeg kunnen gaan in zo'n kind. Ja, misschien kunt u ons aangeven, want u zegt 2,5 jaar, volgens u, they didn't deliver. Niet alle zaken, een taal van zaken gaan gepaard met middelen die er niet zijn. Maar wat zijn toch wel zaken waar u zegt van, eigenlijk heb je geen middelen nodig en dit kan ook gewoon gedaan worden? Nou kijk, bijvoorbeeld organisatie zetten. Toch? Het zijn hele simpele dingen. Toch? Als je kijkt naar een bestuur van een Willebrod Akswijk Sportcentrum, en je kijkt naar de begroting, dan zie je dat het je kan het niet verklaren, toch? En ik ben blij dat de minister zegt, er is een klad onderzoek. Als je vraagt naar de cijfers van Antoninessi Sportal, die is niet te vinden. Toch? Het zijn pas alle dingen die je denkt van, dat moet in orde zijn, dat kost geen geld. Toch? Toernooitjes organiseren, en scholieren motiveren om te sporten, de samenleving in een beweging proberen te krijgen. Toch? Ze doen hun best. Maar naar mijn mening, het is niet genoeg. Toch, ik heb begrepen dat ze schoolsport in een aantal districten hebben uitgevoerd. Maar je ziet het niet terug in de media, je ziet het niet terug in de uitvoering. Toch? En dat zijn dingen die naar mijn inzien beter aangepakt moeten worden. Omdat als u weet dat sport of doodsoorzaak nummer 1 in Suriname obesita is, dan moeten we keihard eraan werken dat de bevolking meer beweegt. Ja, is er vanuit uw zijde als volksvertegenwoordiger, hoe staat het contact met het directoraat sport zelf? Heel goed. Ze hebben het ook niet makkelijk, toch? De middelen moeten vrijkomen, zodat hun werk kunnen doen. Toch? Daarom zeg ik, sport en jeugdzaken, en naar mijn mening moest weer een ministerie zijn, zodat zaken slagvaardiger te werk en gesteld kan worden. Maar je ziet het, de bureaucratie is veel te lang.
toch? Waardoor in de uitvoering zie je dat dingen, bepaalde dingen, simpele dingen niet gedaan worden. Bijvoorbeeld cijfers, en kan je niet terugvinden. En dat zijn dingen die waarmee ik druk bezig mag. Ja. Als u mag kijken naar de begrotingsbehandeling, u bent commissielid daarbij van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Bent u tevreden met de begroting die is ingediend vanuit het ministerie? Het had beter gekund. Het had beter gekund en ik ben niet helemaal tevreden met de begroting. Maar gezien de situatie waarin we opvinden, kan het niet anders dat je prioriteiten moet stellen, toch? Sportzaken moet prioriteit stellen en die aangepakt moet worden. En niet alles kost geld, maar de meeste dingen kost energie dat erin gezet moet worden. Maar sportzaken moet prioriteit stellen om in deze situatie nog te navigeren. Bijvoorbeeld visumaanvraag moet niet een probleem zijn voor ingehaalde sporter. Toch? Als we naar het buitenland moeten gaan, dat moet geen probleem zijn. Dat zijn geen lange termijn visie die nagestreefd moet worden. Het zijn simpele dingen die gedaan moeten worden. Maar ik begrijp dat ze hebben het ook moeilijk. Het is niet makkelijk. Als je de middelen niet naar boven krijgt, kan je ook niet functioneren. Ja, ja. Een andere ding, heer Aluma. Als we kijken naar de ontwikkeling in het land. De president onder andere heeft aangehaald laatst bij zijn boodschap. Hij zegt de prijzen van de containers in China die droppen. En de minister van EZ heeft hier ook werk om te kijken nadat de prijzen in Suriname droppen. Hoe moet ik dat zien? Hoe moet dat gebeuren? Nou kijk, het is internationaal. We weten dat de transportkosten en de pan uit waren. Maar vanuit deze plaats wil ik de minister oproepen dat de prijzen in de winkel moet je controleren. Mm-hmm. Niet de containers. De prijzen in de winkel, omdat wanneer de dag aanbreekt, je kinderen moeten eten, ze moeten naar school, gezond, toch? Ze moeten warme maaltijd hebben, toch? En als ze naar de winkel stappen, moeten ze kunnen betalen, toch? Bijvoorbeeld een blik sardine is vandaag de dag, naar mijn mening, luxe geworden, toch? Maar de minister moet de controle opvoeren, dwars door Suriname heen. Het kan niet zo zijn dat je een fles water hier koopt voor 15 SRD en in het binnenland meer dan 30 of 40 SRD. Daar zijn we aan toe. Toch? Daarom zeg ik altijd, als iemand in dit land moet staken, echt staken, dan zijn het de mensen van het binnenland. Want die betalen 5-6 maal de prijs van Paramaribo. Geen enkele controle. Ja. Ja, maar mij wordt aangegeven dat onder andere transportkosten zo duur zijn, want dat hoor je vaker. Hoe moet dat zien? Maar natuurlijk, als het droppen, dan moeten we het zien in de supermarkten, toch? Mm. En dat is nog niet gebeurd. Mm. Toch? Pas als het gebeurt en ik zie dat de prijzen in de winkel droppen, ga ik zeggen van, oh, daadwerkelijk, de prijzen, de transportkosten is minder geworden. En daarom roep ik de minister op om de controledienst beter te equippen. Mm. Zodat ze door het hele land heen een controle kunnen uitvoeren. Ja. Wordt er volgens u nog veel nagelaten als we kijken naar de controle? Ja, het kan beter, want Suriname bestaat niet alleen uit Paramaribo. Mm-hmm. En Wanica komen we in. Suriname is vele maal groter en overal wonen er mensen. Ook in Kwamalasamutu wonen er mensen. Dus de minister moet een mode zien te vinden dat de prijzen zo redelijk mogelijk dwars door Suriname heen in toon blijven. Ja. Praten we niet al als we zo kijken, want dat zaken duurder zijn in het binnenland is niet iets van nu, is iets al exact al jaren. Ja, hameren we niet al te lang op dit onderwerp dat het zaken daar te duur zijn? Kijk, wanneer het aangaat controle hier in dit land, hebben we een probleem. Jaar in jaar uit hebben we het opgemerkt. Er worden wetten aangenomen in het parlement die niet worden nageleefd, toch? En zo zijn we verpolperd in een soort vicieuze cirkel. Toch? En mensen zien controle als een daad van vijandschap. Toch? En dat moet er niet zijn. Maar ik hoop dat de minister bij deze de samenleving behoedt, echt behoedt, omdat de prijzen in de winkel zijn niet te betalen. Iedereen voelt mee. Ik voel dat ook. Iedereen in dit land. Toch? En als je ziet dat, oké, er is een appnummer waarop je moet appen, maar het is niet efficiënt. Je ziet niet dat winkels worden 3-4 dagen gesloten van je prijzen zijn te hoog.
Weet je? En ik hoop dat de minister luistert en deze suggesties ernstig aanneemt. De containerkosten worden minder. Laat dat merken, te merken in de prijzen ook in de winkel. Ja, ja heer Aluma. Naast dat van het sportzaken. Als je zo mag kijken naar de eerste ronde. De regering moet nog aan toekomen in de tweede ronde om antwoord te geven. Wat zijn toch wel van de zaken waar je zegt van in die regering. U mag zich als parlementariër hierop zorgen en dit moet toch wel aangepakt worden. De regering heeft al antwoord gegeven gisteren tijdens de openbare vergadering. Ik denk morgen moet de derde ronde starten voor het parlement. En de regering heeft antwoord gegeven. En natuurlijk zijn de discussies echt gaande, toch? De discussies zijn heftig. De begroting kon naar mijn mening vele malen beter. Maar de regering zal verder ingaan op de resterende vragen morgen. En ik hoop dat we na morgen de begroting kunnen aannemen, zodat de staat, de regering, dit jaar budget heeft om te werken. Ja, als u kijkt naar de productiesector, want er wordt aangegeven in de tijd van crisis, is het van belang dat je toch wel je eigen productiesector gaat stimuleren. Als u kijkt naar die begroting, bent u toch wel tevreden met de stimulans voor de productiesector? Kijk, we hebben KMO-fonds, die ik denk 150 miljoen zit daar. We hebben de NOVA-fonds, ik denk een aantal miljoenen ook zitten daar. De vraag is de toegankelijkheid naar zulke fondsen, toch? Is de juiste diensten in aan het werk zetten, zodat iedereen gebruik kan maken voor zulke fondsen, toch? Het moet niet zo zijn dat alleen maar mensen van Marowijne in aanmerking komen voor die fondsen, of mensen van Wanica in aanmerking komen voor die fondsen, toch? Het moet dwars door Suriname heen kunnen. Want laten we zeggen, je woont in Para, maar je hebt nooit gehoord over die fonds en je bent landbouwer, toch? Je wil een productie gaan, je wil een productiebedrijf opzetten, maar je weet niet dat er zo'n fonds bestaat. De regering heeft als taak om die fondsen naar de mensen toe te brengen. En ik denk dat het is de Amanabank die zulke fondsen beheren, KMO en de NOVA-fonds, toch? En de bank moet ervoor zorgen dat dit dwars door de hele land heen, mensen moeten erop doordrongen zijn dat er is hulp en zo kan je in aanmerking komen voor zulke fondsen om je bedrijf op te zetten en in productie te gaan. Ja, dan komen we terug op die controle die uitgevoerd moet worden. Zeker, je komt ook op die controle, maar wat er ook speelt is de eisen die worden gesteld om in aanmerking te komen voor zulke fondsen. Ja. Want iemand die in Para woont, op een plantage die, het is niet jouw eigendom, toch? Hoe ga je een beginkapitaal hebben door je grond ter beschikking te stellen? Toch? Ja. Je hebt het gewoon niet. De toegankelijkheid naar die fondsen moet makkelijker zijn, verifieerbaar zijn en vertrouwen opwekken bij de totale samenleving om in aanmerking te komen wanneer ze hun productiebedrijf in werking willen zetten. Ja, heer Aluma, bedankt voor uw komst naar de studio en heel veel succes met uw werk als parlementariër zelf. Ik dank u. Hoe gaat het met de eigen stichting, Ronnie Aluma Foundation? Om eerlijk te zijn, die is een beetje op down low. Maar morgen vertrekken er een paar jongens naar Cayenne voor een toernooitje. Okay. Namens de stichting. Okay.